Welkom bij TEDx, welkom in het concertgebouw, de tempel van de klassieke muziek. Ik praat met Floris Kijker en hij had een ideetje op een dag. Zomaar. Ja, nou niet op een dag. Nee? Ik droom al mijn hele leven om echt te kunnen vliegen. En dat, ik dacht, ja, dat ga ik nu eens een keertje laten zien hoe dat eruit zou zien als iemand erin zou slagen om echt met klappende vleugels een stuk door een park te zou kunnen vliegen. Nog even naar de tijd daarvoor. Hè. Je hebt niet alleen tussen jongens en meisjes op jonge leeftijd een scheiding, maar je hebt ook bij jongens een scheiding als het gaat om spelen met autootjes of met vliegtuigjes. Was jij van de autootjes? Ik was wel van de autootjes, ja. Nee, vroeger wilde ik altijd auto-ontwerper worden. Ja. En eigenlijk was die droom, dat was meer echt iets wat ik 's nachts beleefde. En daar had ik niet echt heel erg veel invloed op. En die droom die bleef altijd terugkeren. En het ging altijd zo dat ik dan heel hard moest rennen en met mijn armen moest flapperen en dan ging ik de lucht in. En ik heb ook in dat project Human Birdwings heb ik geprobeerd om zo dicht mogelijk bij die droom te blijven. Dus het was ook wel een vereiste om te rennen en te wapperen en dan op te kunnen stijgen. Ja, dus overdag was je aan de grond actief met die autootjes en 's nachts waren er die dromen om te vliegen. Ja. En op welk moment kun je dat nog voor de geest halen? Dacht je, nu ga ik het verdomme ook doen? Dat was eigenlijk het moment dat ik door de NTR werd gevraagd als filmmaker om uit mijn comfortzone te stappen en een verhaal te vertellen via nieuwe media. En ik dacht toen gelijk van ja, dit is de ideale gelegenheid om mijn droom nu eens een keer echt in werkelijkheid te gaan brengen. Ja. In ieder geval om te laten zien hoe dat eruit zou zien. En ja, toen ben ik gaan nadenken over ja, hoe kan je dat op zo'n manier doen dat je ook heel veel mensen daarin kan laten geloven. Mm-hmm. En dat was dus door zelf vleugels te gaan bouwen en dat over een heel lang traject uit te smeren. En gedurende dat verhaal ook allemaal volgers op te bouwen die dan meeleefden naar de climax. Ja. Een succesvolle vlucht met die vleugels. En, ja. Ja, ik weet nog dat ik als jongen op de middelbare school die tekeningen zag van Da Vinci. Ja. Ook mensen die probeerden te vliegen, al die schitterende zwart-wit tekeningen. En dan was er uiteraard de droom om zo iemand te worden. Heb jij er wel eens serieus in geloofd dat dat kon? Zeker. Ja, ik dacht ook, voordat ik met het project begon, dacht ik dat het moest kunnen, omdat Leonardo da Vinci een paar honderd jaar geleden al die schetsen maakte. Ja. En daar eigenlijk volgens mij ook wel in geloofde dat het zou moeten kunnen. En ik dacht, ja, daar is dan een paar honderd jaar overheen gegaan. Dan zou ik word de Nederlandse Leonardo da Vinci, mij gaat het lukken. Ja. Nou, ik wist van tevoren dat het niet echt zou gaan lukken. Ja. Maar ik dacht wel, ik ga kijken of dat vleugelontwerp zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid kan komen. Mm. En toen samen met een team hebben we dus bedacht van ja, wat voor ingrediënten hebben we dan nodig. Mm-hmm. We wilden kijken of we het met wijdverkrijgbare middelen konden bouwen. Dus motoren besteld via webshops en wiecontroles gehackt. En in ieder geval, dat zeiden we dan allemaal dat we dat deden. Dat was allemaal fictief natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk de grap. Mensen gingen er echt in geloven en stelden uiteindelijk weinig voor. Behalve dat het denken van mensen op gang werd gebracht. Ja. Denk je nou dat het op termijn wel gaat kunnen? Dat we zo sophisticated worden in wetenschappelijk opzicht dat een individu ooit het zwerk in kan? Ik neem aan dat, ik kan me voorstellen dat het nu al kan eigenlijk. Hoe dan? Maar, nou ja, als er iemand is met heel veel geld en die vindt het de moeite waard om daarin te investeren. En om zo'n ontwerp zoals ik heb gemaakt, maar dan veel beter waarschijnlijk met heel erg licht materiaal, met carbon of zo. En state-of-the-art motoren die super licht zijn met batterijen die ook heel weinig wegen. Volgens mij als er iemand zou opstaan en dat serieus zou gaan uitproberen. Nou wacht even Floris, dat is toch interessant. Nou zeg jij eigenlijk, ja, ik Floris kijk. Je hebt basically toch weten uit te vinden hoe het een individu zou lukken. Er is eigenlijk alleen nog maar wat geld voor nodig en dan... Dat is impliciet wat je zegt. Nou, ik zou het leuk vinden als mijn project mensen heeft geïnspireerd om daarmee verder te gaan. Hey, en stel dat iemand met dat geld zegt, oké, jongen, hier heb je het. Maar dan moet jij het ook uitproberen, dan moet jij ook omhoog. Zou je het dan durven? Nee, ik zou dat niet... Oh, ik zou... Weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik wel over na zitten denken. Ook toen ik dat filmpje natuurlijk. Ik heb dat mijn eigen filmpje heel vaak gezien. Waarin je Jarno zogenaamd de lucht in ziet gaan. Ja. En toen zat ik me ook af te vragen. Zou het nou eigenlijk leuk zijn om dat te doen? Zou dat het gevoel uit die droom kunnen evenaren? Of ben je alleen maar bezig met die fysieke activiteit. Om die vleugels in de juiste manier te laten bewegen. Ja. En vergeet je daardoor de hele ervaring. Maar sorry dat ik het zo rauw zeg. Maar we weten toch allemaal dat het orgasme is uiteindelijk lang niet zo leuk als het er naartoe leven. Ja, precies. Nou ja, daarom.
is eigenlijk ook die hele weg ernaartoe, naar het echte vliegen. Ja. Dat was voor mij bijna interessanter dan de daadwerkelijke vlucht waarin jou nou erin slaagde om... Jij wil gewoon niet klaarkomen. Nou ja, ik ben klaargekomen met dat filmpje waar echt miljoenen mensen natuurlijk... Compromis. Succes. Dank je wel.